Uitkeringsgerechtigden moeten meer sporten. Dat vindt de dienst SOZW. Daarom is er voor mensen met een uitkering een nieuw programma. Bewegen als warming-up voor reïntegratie. Iedereen met een bijstandsuitkering kan zich hiervoor aanmelden. Wie stil zit, komt namelijk niet vooruit, aldus de dienst SOZW, dus ook niet op de arbeidsmarkt. Een programma waar je kunt fietsen, wandelen, zwemmen, fitness, aerobics en zaalsporten zorgt ervoor dat bijstandsgerechtigden zich fitter voelen. En als je je fit voelt, krijg je sneller werk. Wij willen uiteindelijk dat mensen een baan krijgen of in ieder geval maatschappelijk nuttige activiteiten gaan doen. Maar daar heb je wat voor nodig. Werk is topsport geworden in Nederland. En ja, dan moet je echt heel erg fit zijn. En dat zijn die mensen vaak niet meer. Als je langdurig thuis zit, ja, dan gaat je fysieke gesteldheid, je conditie, die gaat achteruit. En dat willen we weer een beetje opkrikken hiermee. Iedere bijstandsgerechtigde kan zich aanmelden voor het sportprogramma en deelname is gratis. Hier krijg je echt begeleiding bij, hier krijg je ook de kosten betaald. En er zit ook bij in dat ze sportkleding en sportschoenen aan kunnen schaffen op kosten van het project. Ze hebben hiermee een drempel wordt hiermee geslecht. Ze krijgen een duwtje in de rug dat hiervoor nodig is en de goede begeleiding erbij. Want het is leuk om één keer een eindje te gaan hardlopen, maar om het nog een keer te gaan doen, ja, dan heb je toch wel een stimulans nodig. En dit project levert die stimulans. Zorgverzekeraar Mensis betaalt het project. Maar ook als je daar niet verzekerd bent, kun je meedoen.